Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Boulevard en Moor. Handrem. En vandaag gaan we van Amsterdam naar... Geen idee. Ik ben vergeten, we gaan ergens naartoe. Hallo, ik moet hier door. Ik ben een voorrangsvoertuig. Waarom rollen we? Ik wil er door. We gaan naar Zweden geloof ik. Peter, laat je mij voor Volvo. Ja, asociaal, dankjewel vrachtwagen collega, die laat mij gewoon. Wow, sturen moeilijk. Even alles goed zetten. Ja weet je, ik ben veel sneller dan deze vrachtwagen en die Volvo. Dus dan ga ik ook niet wachten voor achter hun. Als hij vertrekt dan. Oh, ik kan daar het stoplicht zien. Volle gas, volle gas. We gaan onze vracht ophalen. Met mijn eigen Scania. We rijden wat harder dan normaal. Dan mag bedoel ik. Ja, deze is ook wel erg snel. En we knallen bijna op een auto. Even kijken waar ik hier op moet. Hier rechts op. Okay. En daar hebben we een bepaalde vracht en dat is die staat waarschijnlijk al klaar. Ik weet niet wat we gaan vervoeren. Ik wil alleen dat we naar iets met een O gaan in Zweden. Vrachtcentrum. Waar wouden we ook weer heen gaan? Helsingborg. Daar zit geen O. Ja, daar zit wel een O in, maar ik dacht dat begon met een O. We gaan grind vervoeren. 16 ton grind naar Helsingborg in Zweden. Let's go. Zou ik zeggen. Niet iedereen heeft een Zweden DLC, die kun je kopen. Geen idee hoeveel die kost. Dat is geloof ik de Scandinavia DLC of zoiets. En dan even aansluiten. Hoppa, remmen. D aansluiten. Vooruit. En we gaan 14 uur en 50 minuten. Ja, voor de... dat is niet echt, maar dat hadden jullie vast al door. Het gaat altijd veel sneller dan daadwerkelijk. Maar ja, in die tijd kan ik echt niet blijven praten. Dus ja, jullie zullen misschien ook wat stiltes horen. Misschien tot ik gewoon een volledige video tijdens editen gewoon wat lekker muziek op de achtergrond de onderplak. Komt helemaal goed. We moeten wel nog even gaan tanken, want we hebben de realistische tank iets brandstof, realistisch brandstof verbruikt. Dat betekent dat we dat als je zeker met zo'n zware vrachtwagen, met zware ton, met een zware trailer, tot het best nog wel veel gebruikt, verbruikt. Dus ja. We gaan het zien hoe snel het leeg gaat. Ik zal hem even instellen dat ik kan zien hoeveel kilometer ik nog kan. Nog 600 kilometer. Yo, we gaan grandioze rood. Oké, even kijken. Ja, het is natuurlijk zo. Ik heb ook iets met realistisch remmen of zoiets ingesteld. Dat je waarschijnlijk met zo'n trailer achter niet zomaar even makkelijk kunt... tot stilstand komen. Dus al ruim van tevoren beginnen met remmen. Dit is altijd een kutpunt. Ik snap niet dat ze hier geen stoplichten hebben gedaan. Dit zou nooit in Nederland zo zijn. Als je van links komt, dan rechts hebben we niet zo goed zicht. Maar je steekt eigenlijk gewoon een snelweg over. En er blijft verkeer komen altijd. Ik kan misschien beter een stapvoets gaan rijden. Stoppen ze. Ja, dankjewel. Heel aardig van jullie, dank je. Oei, oei. Rechtsvrij. Oké. En we zijn vertrokken. En dan komt er een lange saaie weg op de snelweg. Ik ga hier meteen tanken, want het gaat toch wel snel.
dat al gehad. Misschien zullen we onderweg nog wel een keer moeten tanken. Want we moeten 970 kilometer. Ik kan beter die andere kunnen pakken. Ik kom er mooi uit. Nou, kan gebeuren. Zo, staan we zo. Even kijken. Motor. Oh, wat gebeurt er allemaal? Geen radio. Motor uit. Antram even aan. Ik weet niet of hij nu aan staat. Volgooien. Oh. Nee, motor uit. Lekker volgooien. Hoppa, 635 euro naar de piep. Dankjewel. Nou, we hebben toch oneindig geld. Dat was een mod. Ik dacht van, het was vooral voor die special transport DLC. Want dat doen we vandaag niet. Vandaag gewoon weer een video. Ja, daar moest je zoveel geld en level voor zijn om dat te kunnen spelen. Dus ik dacht van, dankjewel voor het... Dankjewel. Het soepeltjes. Dus ik dacht, ja, laat ik dan maar gewoon weer even... laat ik dan maar gewoon een mod account pakken en daarmee verder gaan. Nu dus naar... Zweden. Het viel mij de laatste keer, en ook, oh, sorry groot licht, ik heb jullie dus een keer gevraagd van, nou wat vind je, waar moet ik de volgende keer heen rijden? Ja, dat is wat moeilijk, want er staat dan, oh ik word ook nog moe, moet ik ook nog slapen. Er staat dan van, deze rit verloopt over 5 of over 12 uur. Dus ik kan wel kiezen om naar... te zeggen jullie kunnen kiezen om naar Italië te rijden, maar dat staat dan over 12 uur verloopt en als jullie dan een week later kiezen, ja dan is die alweer weg. Ja, dan kan ik misschien wel een nieuwe rit naar Italië zoeken, dat is niet zo handig. Ja, jullie hoeven niet te kiezen op het einde van deze video. Je kunt misschien wel gewoon zeggen van ga je naar weet ik het waar, ga je naar Italië. Ja, bijvoorbeeld, die heb ik niet, geloof ik. Ik geloof niet. Ja, ik kan een bepaald gedeelte van Italië, maar dat is ook nog zo'n DLC waar je naar het onderste gedeelte van Italië kunt, maar dat heb ik niet. Ik rijd ook iets harder dan normaal, een vrachtwagen mag maar 80 blijkbaar. Dat is voor mij de limiet, snelheidslimiet, maar ja, ik ga maar even wat harder rijden, want ik kan veel harder rijden. Al zijn we over een paar uur nog niet daar. Je moet wel gaan slapen, want het gevaar van het gapen en rechts, of eigenlijk op de navigatie wat je rechts in beeld ziet, in het bovenste balkje zie je dat hij helemaal blauw is, het bedje. Dat betekent dat ik echt moe ben en dan het poppetje, niet ikzelf, want ik ben niet moe, maar het gevaar is dat hij zijn ogen dicht gaat doen. En als hij zijn ogen dicht gaat doen, en dat is dus gewoon tot het beeld even zwart wordt, zo langzaam gaat dat zwart worden. Het gevaar is dat we dan echt gewoon geen idee hebben waar we naartoe rijden. Het is dan even voor 5 seconden zwart, maar je zult zien, het wordt al rood, dus het is echt, oh mijn duur. Het is echt zo dat je denkt van, nou ik rij gewoon goed, ik zie niks, maar ik rij gewoon rechtdoor en vervolgens ben je zo aan het rijden, snap je? Dat je gewoon richting de vangrail gaat. Dus zo snel mogelijk even stoppen en slapen en dan vanzelf gaat hij heel veel paar uur verder en dan is dat ook weer dat probleem opgelost. Maar we rijden gewoon met verkeer mee, 130, gewoon logisch, maar ja. De vrachtwagen kan het hebben en ik ook. Als ervaren ETS2 chauffeur. Moet dat goed komen. Alhoewel is het niet heel veilig met zo'n vracht. Stel je moet opeens abrupt in de remmen. Dan zit die vracht, die werkt niet mee om snel tot stilstand te komen. Misschien dat ik zelfs een stukje, kijk, ik moet gaan remmen. Een stukje heel versneld doen. Dus bijvoorbeeld dat ik 10 minuten lang snelweg... 10 minuten snelweg verkort naar 2 minuten, maar dan tot jullie wel zien dat ik ook echt rij. Nou, nu wilt u niet meer. Ja, nou, okay. Maar dat ik bijvoorbeeld dat ik dat gewoon versnel, want ja, ik kan wel blijven praten en blijven praten. En
dat heeft echt geen zin. Parkeerplaats voor 500 meter. Ik moet snel die bus nog inhalen, anders mis ik hem. Oh nee, red ik makkelijk. Zo, ik ga hem hier even slapen doen. Op de grens van Nederland met Duitsland. Waar moet ik stoppen? Ah, daar. Oké, lekker pik. Zo. Tot zo. Doem, 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 doem. En het is 2 uur 's middags en we gaan weer handrem eraf, handrem erop. Dat was de verkeerde. Vrij. En we zijn zo weer opeens op de snelweg. Geen invoeg strook of iets. Onlogisch, maar goed, we hebben toch geen verkeer. En we zijn weer vertrokken. Zullen we de kaart er even bij pakken. Nou, dan gaat het een lange weg worden. Dus op zich, ja, het is alleen maar snelweg. Ik zal eigenlijk voor tot we een beetje tot hier zo gewoon lekker... Ah nee, wacht. Oh, wacht even. Ik ga wel naar Zweden. Waar moet ik dan de oversteek maken naar... Ik dacht altijd dat Zweden altijd met een boot moest. Maar goed. Oh god, wat ben ik aan het doen? Oké, nou, we kunnen dit gedeelte wel even hier, wat we nu gaan rijden, een beetje versnellen. Ik zeg niet tot wanneer. Ik zou zeggen, muziekje gaat wat harder. Mijn stem gaat even weg. Ik ga even focussen op het rijden. En ja, als er iets gebeurt, dan zijn we erbij. Dan zorg ik gewoon dat het weer in beeld komt tijdens het editen. Zorg ik er wel voor. En dan zal ik er gewoon bij praten. Maar mocht er niks gebeuren, ja, dan... kunnen jullie eventueel doorspoelen, maar jullie kunnen ook gewoon naar blijven kijken hoe ik alsnog gewoon daar naartoe rijd, maar dan met muziekje en wat versneld. En heel veel snelheidsbekeuringen. Tot zo dan.
ik denk dat het wel weer een mooi moment is om verder te gaan met praten. We zijn in Denemarken, dat betekent, als het goed is, even kijken. Ja, hier zo. Eigenlijk zijn we nog helemaal niet zo ver van Groningen af, hè, maar het voelt echt als een eeuwigheid. We gaan nu via Denemarken hier de oversteek maken via een lange brug, denk ik. En dan gaan we hier wat tolwegen tegenkomen en dan gaan we zo naar Helsingborg. En dan kunnen we eventueel binnenkort nog eens naar Linkenupken en Urkebreu en Vaskeneur en Upsekleur en Stokkeleum en Knukkeneur. Dat soort dingen allemaal. Ik heb geen idee wat het allemaal is. Maar dat is niet voor deze video. We gaan nu lekker verder rijden. Ja, onderweg wat bijna aanrijdingen gehad. Wat onoplettendheden van mij. Maar niet achter mijn telefoon. Niet mijn telefoon aangeraakt, maar gewoon, ja, weet je, het is zo. Dan rij je twee baans en dan opeens gaat de ene baan links gaat rechtdoor en de rechterbaan gaat voor rechts af. En dan rij ik steeds netjes rechts, maar dan moet ik het laatste moment naar links en dan komt er een auto met 130 aan. En ja, allemaal een beetje stress manoeuvres. En één keer verloor ik bijna de controle omdat ik was ondertussen ook aan het renderen en dat was klaar. En dan krijg ik altijd zo'n melding. En ja, dan stopte de game opeens. Dus ik klik die melding weg, ik start de game erop of ik ga weer verder met de game. En dan opeens ga je verder met rijden meteen. Dus ik schrok een beetje en mijn muis vloog die kant op en dan ga je toch tegensturen en dan, ja, dan, ja, dat. Maar goed, maakt niks uit. Nog 5 uur in het spel, dat betekent geen idee hoe lang nog voor ons. Misschien tot we nog een keer een gedeelte met alleen geluid of alleen rijden zonder praten met muziek. Maar dat zien we nog wel. Of dat kan ik altijd zelf nog bepalen. Ik kan ook, zie je, dit is zo'n plek. Als je even niet oplet bij de lul. Ik kan altijd nog zelf ervoor kiezen om gewoon, ondanks dat ik praat, muziek eroverheen te gooien en mijn mond te houden. Ik blijf hier rijden, want je ziet twee pijltjes voor rechtdoor hier en dan zal er zo wel een afslag komen die nergens op slaat. Zoals heel Euro Truck Simulator 2. Dus, ja, dit is. Ja, we rijden veel harder dan normaal, 140, maar goed, anders komen we echt niet op onze bestemming. Oh, ik ga wel dribbelen. Maar het is ook wel een vrachtwagen die het makkelijk kan hebben en dan gebeurt dat al snel. Ik denk dat het ook zo is als je echt een snelle auto zou hebben. Maar ook echt snel. Dat je ook gewoon continu snel rijdt. Want ja, de auto kan het. De auto doet het. Als je een beetje gas geeft met die auto's, dan zit die al op 100. Makkelijk. Dus ja. Oh, een vliegtuig. Zo, die komt hard aan, gek. Die kwam wel heel hard aan voor een landend vliegtuig. Ook zo helemaal uit het niets.
Of is dit dan die lange weg naar Zweden? Ik weet het niet. Ik heb het gemist. We zouden een paar keer over het water gaan. Ik denk dat dit hem is, want ik zie ook nog niks aan de andere kant. Net zo al meteen een vuurtoren aan het toch wel. Nou, dat is ook niet ver. Oh, misschien even terugschakelen. Ondanks dat ik dat zelf niet kan. Nou is het handig geweest om sneller weg te gaan. Nu houden we weer het verkeer op. En we gaan hier weer richting de tol. Als het goed is kunnen we daar in principe gewoon met 130 door scheuren. Dat zullen we maar niet doen. Nu is de auto pas rechts. En ook links. Oh, die is dicht. Oh, die is dicht. Oh, die is dicht. Oh, die is dicht. Oké. Deze is open, dan maar betalen. Ik kan geen Zweeds trouwens, maar goed. Goedemorgen. Hallo. Ik zeg maar iets. Enter, yo, hoppa, ciao, oi, oi. Ik denk dat ze me begrijpen. Staat er daar eentje stil, altijd handig. Ik wil rechtsop. Nou, hier zijn we in Malmö, of zoiets. Almelo van Zweden. Ik weet trouwens helemaal niet waar ik ben. Ik denk dat ik in Zweden ben. Waar is deze knop? Waar is die knop? En waar is die knop voor? Nergens voor. Oké, okay, hallo, remmen. Inhalen. Geen file, hè, mensen. Want daar hebben we geen zin in, hè. Zijn er eigenlijk files in Eurotruck? Geloof ik niet, hè. Niet echt filevorming door geen reden of zo. Ja, dat is ook met reden is er geen filevorming. Het is gewoon nooit filevorming. Tenzij je zelf iets veroorzaakt, maar ja. Dan is er file voor jou en dan zit je er niet in. Zo, daar zijn we dan, bijna. In Helsingborg of zoiets.
luchtruim erop en even wachten. Handruim eraf en gas. Oh nee! Au! What the fuck? Ik dacht dat ik als enige groen had. Handrem erop. Kut! Nou! We waren zo close. Doei! Ik heb niks gezien, niks gedaan. 10 seconden voor aankomst hebben we een aanrijding. Hallo police. Nou, ik had het echt niet. Ik dacht... Ja, aan de ene kant... Nee, is dat logisch in Nederland? Moet ik zelf weten, ik heb mijn rijbewijs al een tijdje. Maar dat is toch... Dat moet... Nee. Normaal moet je op een kruispunt... Ja, oké. Het is mijn fout. Sowieso is mijn fout, want het was recht doorgaand verkeer. En ook mijn fout dat ik had moeten weten dat de rest ook groen had kunnen... Of dat hij in ieder geval groen had kunnen hebben. En ook waarschijnlijk had. Zo. Voldoende. Helemaal goed, joh. Nou, goed mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Laat maar even weten of we vanuit Hulsenburg of zoiets, dus oftewel van hier verder Zweden in moeten of we terug Europa in. Ja, laat maar weten. Ik zou zeggen tot de volgende en heel veel, nee niks, heel veel. Tot over 2 dagen, want dat is weer een nieuwe video zoals altijd.